Vertegenwoordigers van diplomatieke missies en internationale organisaties werden afgelopen maandag op het kabinet van de president geïnformeerd over de recente ontwikkelingen met betrekking tot het zogenoemde constitutionele vraagstuk. Deze informatie werd verstrekt door minister van Buitenlandse Zaken Nirmala Badri Singh en minister Jennifer van Dijk Silos van Justitie en Politie. In verband hiermee kwamen gisteren in Suriname aan de secretaris-generaal van UNASUR, Ernesto Samper, een delegatie bestaande uit de minister en vice-minister van Buitenlandse Zaken van Venezuela en vertegenwoordigers van het secretariaat van UNASUR. De gasten hebben een onderhoud gehad met president Desiree Bouterse en andere regeringsfunctionarissen. De vertegenwoordigers van de diplomatieke missies hebben de hoop uitgesproken dat Suriname spoedig een oplossing vindt voor het ontstaande vraagstuk binnen het kader van wet en recht.